Puccini was one of the greatest opera composers that ever lived, and the colors of his orchestration were at the time revolutionary. His melodies and, of course, his libretti are very effective for the public. And I think this is one of the strongest points in Puccini. Manon's got a lot of facets to her personality. And you hear this in the music a lot. Manon Lescaut is mijn zus en ik heb de taak om Manon op last van onze ouders naar een klooster te brengen. Wat heel bijzonder aan deze Puccini is, is dat je hoort al de hele Puccini, alles waar die later ook echt groot bekend mee wordt. You'll have passionate love duets. You'll have incredible feelings of sadness. Wat ik heel erg mooi vind aan deze regie is dat we het niet één op één zien, maar we zien het bijna als een flashback. Dus je begint met allerlei elementen en dan opeens gaan we fast forward naar een andere episode in het verhaal. It's a story about temptation. It's a story about love. These are themes that never cease to be important in people's lives. So I think this opera certainly does have something that people can relate to and certainly be interesting for people to come to see and listen to.